vanavond, dus dat wil zeggen dat er nog wel veel eenrichtingsverkeer gaat zijn. Ik ga jullie proberen op een uur tijd wat wegwijs te maken in Deep Democracy en ons aanbod voor leerkrachten en voor klassen en scholen. Als er mensen bij zijn die niet meteen vanuit de school- of klascontext deelnemen, geen nood. We hebben ook heel veel breder aanbod of voor andere doelgroepen en daar kan je straks zeker ook wel wat vragen over stellen. En ik wil vanavond een beetje het webinar ophangen aan de titel van het boek dat ik ook geschreven heb voor kinderen en jongeren rond die democratie en dat heet Rebelleren kan je leren. Op dit moment misschien een wat moeilijke titel, Rebelleren, hoorde ik de laatste weken van mensen die zeiden dat misschien een andere titel moeten kiezen voor hun boek, want rebelleren heeft op dit moment wel een hele negatieve connotatie in de samenleving, maar voor mij is het eigenlijk een heel positief woord. Het verwijst voor mij heel erg naar een aantal rebellen, zoals bijvoorbeeld een van mijn favorieten die afgebeeld staan op de cover van het boek, is Rosa Parks, een vrouw die het heel in het begin van de burgerrechtenbeweging in de VS opnam tegen de rassensegregatie die daar toen heerste. En die misschien het toonbeeld kan zijn voor veel kinderen en jongeren vandaag, die ook proberen om hun neestem en om hun verzet en proteststem te laten horen. We gaan vandaag wat vertellen vanuit Humus. En ik denk omdat we met een grote groep hier zijn, dat het misschien toch goed is om Humus ook eventjes voor te stellen. Dus ik ben Fanny Mateus en ik ben zaakvoerster en initiatiefneemster van een collectief rond de methode Deep Democracy in België. En ons collectief heet Humus, een wereldvermaard lekker gerecht, denk ik. Maar ook Humus, op een andere manier geschreven als vruchtbare grond, waar dat van alles uit kan groeien, maar dat wel gemaakt is eigenlijk soms van heel wat afval en resten die zich omzetten tot iets heel erg nieuws. En dat is exact wat wij doen eigenlijk. We werken heel veel met mensen en groepen in organisaties, maar ook in het maatschappelijk middenveld, met communicatieve processen die zijn vastgelopen. We werken heel erg met de emoties, de waarden en de conflicten die optreden als mensen elkaar ontmoeten en proberen daar creativiteit, kennis en kunde uit te halen. We proberen beweging te brengen waar het vastzit en we proberen om tot gedragen en wijze oplossingen te komen samen. Heel specifiek voor het onderwijs, denk ik, breng ik vanavond ook de quote mee die mij raakte alleszins toen ik onlangs werkte in een klas met jonge kinderen. En zijn jongetje na afloop van een sessie van 1,5 uur, ik heb vandaag geleerd dat ook ik de wereld kan veranderen. En onze droom is het met Humus om bij te dragen aan Deep Democracy, om dat dichter bij kinderen en jongeren te brengen. En in de eerste plaats zijn jullie onze doelgroep. We werken soms wel direct met kinderen en jongeren in het kast, maar nog veel vaker met ouders, met leerkrachten, met jeugdwerkers. Om die kinderen en jongeren eigenlijk waardevolle manieren mee te geven voor de samenleving van de toekomst. Dat is waar we eigenlijk graag met jullie samen aan willen bouwen. Wat heb ik vandaag meegebracht? Wie zijn we, heb ik net verteld. Ik ga zelfs wat meer vertellen over het waarom van Deep Democracy en kinderen en jongeren. Waarom zou dat nu zo interessant zijn om onze kinderen en jongeren dat te leren? Ik ga heel kort een aantal tools overlopen die vaak gebruikt worden in de klaspraktijk. Dat zijn niet alle tools van Deep Democracy, maar een aantal lenen zich daar in het bijzonder toe. Ik ga daarbij ook een aantal voorbeeldjes geven, wat toepassingen van wat er didactisch en groepsdynamisch mogelijk is. En dan is er ruimte voor wat vragen. En op het einde zal ik ook iets vertellen over hoe de workshop voor leerkrachten in elkaar zit. Een workshop die we zowel in open aanbod aanbieden, dus dat wil zeggen dat iedereen naar ons kan komen, als dat we die ook, we noemen dat in company aanbieden of op maat van je organisatie, dat die ook op school of op een studiedag kan georganiseerd worden. Voilà, dat is een beetje voor wat ik in petto heb voor jullie vanavond. Maar ik wil natuurlijk onze methode eer aandoend wel eventjes met jullie inchecken. En inchecken, dat doen wij in Deep Democracy, normaal gesproken, door met z'n allen ruimte te maken om eventjes met elkaar te delen hoe we hier zijn aangekomen, wie we zijn. En met zo'n grote groep stel ik voor dat we dat heel even in kleine duo-gesprekjes doen. Dus in de duo's mag je heel kort met elkaar uitwisselen. Ik ga jullie maar 5 minuutjes geven om te vertellen wie ben ik, wat doe ik en wat brengt mij hier vandaag. En iets te vertellen over wat betekent rebelleren voor jou. Ik ga daar straks wat meer over vertellen, maar het is misschien fijn om zelf ook al eventjes in te tunen op wat rebelleren voor jou betekent. En ik ga jullie zo meteen eventjes in breakout zitten. Even kijken met hoeveel we ondertussen zijn. En een deling maken. En jullie gaan zo meteen
naar kamertjes gestuurd worden voor wie nog niet zo vertrouwd is met Zoom. En je gaat daar iemand ontmoeten en daar mag je 5 minuten een gesprekje mee hebben en dan komen jullie automatisch terug in deze ruimte. Dus veel plezier om eventjes met elkaar kennis te maken en dan zie ik jullie over 5 minuten terug. Bewaak de tijd een beetje zodat ieder de kans heeft om even in te checken op de sessie. Tot zo. Mensen die hier al terug zijn, is het misschien fijn als je de chatbox eventjes probeert te ontdekken. Onderaan bij de icoontjes staat er zo een dialoogpaginaatje. En in de chatbox mag je eens 1 woordje posten dat jou is bijgebleven uit het inchecken. Misschien was het iets over dat rebelleren of misschien was het iets over wie de mensen waren of hoe ze hier zijn aangekomen. Maar zo 1 woordje dat jou is bijgebleven uit het samen inchecken. En ik zie al een woordje verschijnen. Management, gelijkgestemde. En er zijn nog mensen aan het terugkomen. Zo, voor de mensen die terug in de plenaire ruimte bij ons zijn. We zijn een paar woordjes aan het intypen in de chatbox. Het icoontje onderaan. En de vraag is om 1 woord te posten dat jou is bijgebleven terwijl jullie samen aan het inchecken waren. En ik zie al wat woorden verschijnen, zo management, gelijkgestemd, mondig, identiteit, een welkomgevoel. Iemand was ook eenzaam, die was alleen in de breakout room. Oei, dat is wel triestig. Als u dat straks nog moest overkomen, mocht altijd terugkomen met leave room. Rebelleren is zoeken naar jezelf. Ja, mooie definitie ook alvast. Het was verrassend, een nieuwe school starten, nieuwsgierig, uitdaging, verbindend, kracht. Opnieuw het woordje identiteit, dat is nogal eens gevallen. Interessant, een leuke en fijne verbinding. Leuk dat dat al verbindend werkt om elkaar eventjes te zien, samenwerken. Grieks-Latijn, oké, dat brengt ook nog iets van mijn verleden naar boven, Grieks-Latijn. En interessante ontmoetingen, leuk contact, wat afwachtend nog. De democratie die leeft, een stem. Dank jullie wel om dat even terug te brengen. Dat geeft een beetje een idee van waarop we allemaal samen zijn ingecheckt. Het is natuurlijk maar een hele korte en snelle manier om dat te doen. Maar alvast 1 manier om 1 van de tools van Deep Democracy aan het werk te zien. En hoe we dat dan toepassen in grote groepen soms. Is om met z'n tweeën in te checken. En dan eens kijken welke oogst we met z'n allen hebben. Dank je wel om daar al eventjes aan mee te doen. Hè? En ik ga opnieuw mijn scherm met jullie delen en nog iets meer uitleggen zo rond Deep Democracy en waarom dat dan zo interessant zou zijn om dat met kinderen en jongeren te doen. En ik wil jullie zeker stimuleren als er al vragen zijn of zo. Mag je die tussentijd zeker posten in de chat of je mag mij ook altijd onderbreken door je microotje even aan te zetten en je vraag te stellen. En ik wil kort iets vertellen over Deep Democracy, want ik kan daar heel veel over vertellen en vandaar dat ik er ook al 2 boeken over geschreven heb. Maar heel kort gezegd is Deep Democracy een methode om aan inclusieve besluitvorming te doen. En daarmee bedoelen we besluitvorming waar er op een bepaald moment een draagvlak is waar iedereen kan zeggen, nu ga ik hierin mee. Waar we de dialogen terug veel dynamischer maken en zorgen dat wat vastgelopen is terug in beweging komt. En waar we met spanning en conflict kunnen omgaan. Daarvoor hebben we allemaal tools in huis en ook een bepaald kader van waaruit we kijken. En we oefenen in de trainingen ook heel erg op de grondhouding van begeleiders die Deep Democracy gaan toepassen. En daarover ga ik straks nog iets meer vertellen. Waar zetten wij dan nu bij in Deep Democracy? En ik denk dat heel veel situaties herkenbaar zijn in de klas en de school. Misschien niet alleen met kinderen en jongeren, maar misschien ook wel breder in jullie teams. Of in de scholengroepen. We creëren eigenlijk een draagvlak voor leren, maar ook een draagvlak voor samenwerken en samenleven. Dus deze tools kunnen zowel ook gebruikt worden om didactisch een leervlak te creëren, zo waar vertrekken we in het samenleren, als ook groepsdynamisch, hè, waar vertrekken we in onze klasdynamiek. We werken heel actief met weerstand en we zien weerstand niet als iets negatiefs, maar eigenlijk als een soort bron van wijsheid die we ook kunnen benutten in de klas. We proberen om creatieve en innovatieve oplossingen te zoeken. Dus we zijn daar heel erg op gericht om eigenlijk, we noemen dat boven de waterlijn te brengen, wat eigenlijk misschien nog verborgen ligt ook in een klasgroep. We zien dat een van de effecten is van die democratie, is dat welbevinden en betrokkenheid van leerlingen stijgt. En ook in empowerment, een gevoel van eigen leiderschap. Het werkt ook heel verbindend in zeer heterogene groepen. En wat bedoel ik met heterogene groepen? Bijvoorbeeld als je een klassamenstelling hebt,
waar er grote verschillen zijn, bijvoorbeeld tussen meisjes en jongens op bepaalde momenten. Is dat zo in de ontwikkeling van kinderen, dat die twee groepen bijvoorbeeld heel erg uit elkaar beginnen lopen? Of wanneer je een groot aandeel bijvoorbeeld hebt van kinderen met roots immigratie of kinderen met een andere levensbeschouwelijke opvoeding, dan kan het ook soms heel moeilijk zijn om in gesprek te blijven met elkaar. En daar dragen die tools ook toe bij. En ze willen ook behulpzaam zijn bij spanning en polarisatie. Hè. Wat op dit moment denk ik niet te onderschatten is, het komt de klas en de school binnen, maar het is ook rondom ons in de hele samenleving. Hè. Zijn de debatten flink gepolariseerd op dit moment. Dus kinderen en jongeren brengen dat ook mee in de klas. En dat is niet altijd zo gemakkelijk om mee om te gaan. Hè. Ik denk dat we als leerkracht heel vaak zo ons een beetje handelingsonbekwaam voelen als het daar ontploft in de klas of het dreigt te ontploffen en dan proberen we te sussen of misschien wat weg te stoppen. Maar wij denken eigenlijk, misschien is het interessant om toch met die spanning en die polarisatie iets te doen zonder bij te dragen aan de polarisatie. Dus dat is iets waar ik met jullie zelfs ook even naar wil kijken, welke tools daarin kunnen bijdragen. Waarom doen we dat? Ik zei het al, en met Humus zijn we er ons heel erg van bewust dat de wereld waar we kinderen en jongeren voor opvoeden vandaag, dat die er helemaal anders uit zal zien als zij op het einde van de schoolcarrière de wereld ingaan. En ik denk, de afgelopen 1,5 jaar hebben we dat bewezen. Hè. We hadden nooit kunnen denken dat we in zo'n andere wereld terechtgekomen zouden zijn. En ik denk dat corona nog maar een voorspel is, hè, van een heleboel uitdagingen die kinderen en jongeren te wachten staan. En wij geloven erin dat zij eigenlijk de leiders van de toekomst zouden moeten worden. Dus dat we hen moeten uitrusten om met die uitdagingen en met die spanningen die er wellicht nog zullen zijn in de samenleving, om daarmee om te gaan. Nu, wat hebben ze daarvoor nodig? Eigenlijk denken we dat ze 3 zaken heel erg nodig hebben. En ik heb er opnieuw wat beelden bij gezocht. Hè. Eén zaak waar dat we vaak over spreken, is dat we mensen willen opvoeden, kinderen en jongeren willen opvoeden, die genoeg lef hebben. En het woordje lef verwijst eigenlijk naar een oud-Hebreeuws woord, hè, dat een ander woord is voor hart. Hè. Lef is eigenlijk een hartskwaliteit, is de moed, de durf hebben om te zeggen wat er moet gezegd worden. Hè. In het boek dat ik erover schreef, hebben we dat de homo animoso genoemd, in een mensbeeld en een wereldbeeld waar dat lef eigenlijk heel erg vooraan staat. Een tweede iets wat we kinderen en jongeren willen bijbrengen, hè, dat was dan de homo ludens, is dat verbeelding heel belangrijk gaat zijn. Hè. We zeggen ook wel eens in interculturele velden waar ik werk, dat verbeelding de snelweg is naar interactie tussen elkaar. En als we de verbeelding kunnen gaan inzetten en we kunnen onze creativiteit en speelsheid inzetten, dat er soms heel wat grenzen doorbroken kunnen worden. En een laatste iets wat we kinderen willen bijbrengen, maar wat ze eigenlijk van nature mee hebben gekregen, is empathie, hè, zich kunnen inleven in elkaar. En ook een stukje zelfempathie, hè, kunnen inleven in je eigen gevoelswereld, is ook iets heel belangrijk, zeker om van te vertrekken. En wat merken we in alle onderzoek rond empathie op dit moment, is dat de cijfers eigenlijk dalend zijn over ons empathisch vermogen, wat toch wel zorgwekkend is. En vandaar dat in heel veel landen, in België is dat nog niet aan de orde, voor zover ik weet, al zal daar ook wel ergens over gesproken worden. Maar in veel andere landen, Europese landen, bijvoorbeeld Denemarken is zo'n voorbeeld, maar ook Canada, zijn er al grote inspanningen om empathie heel bewust terug in het curriculum te brengen van ons onderwijs. En via die democratie eigenlijk zou dat ook een mogelijkheid kunnen zijn om het empathisch vermogen dat we allemaal als mensen hebben meegekregen, om dat eigenlijk verder door te ontwikkelen, in plaats van dat we dat ook een stukje afleren in opvoeding en onderwijs vandaag, wat cijfers lijken aan te tonen. Hè. Al wil ik hier niemand voor de borst stoten of zo, dat die oorzaak daar alleen gevonden kan worden. Maar we zien wel een scherpe daling in empathisch vermogen, wat wel zorgwekkend is, zeker voor een aantal beroepsgroepen ook in de samenleving vandaag. Deze methode, die democratie, heeft ook een heel internationaal perspectief. En ik wil dat even binnenbrengen, omdat we ook ons hebben ingeschreven eigenlijk in een internationaal onderzoeksprogramma hier rond. Dat heet Shifted. Het idee is, laat ons educatie shiften. En ik wil daar een paar bevindingen vandaag ook van brengen, misschien om jullie wat te tonen. Wat kan de impact dan eigenlijk zijn? Samen met onze Australische collega's, die zijn al een jaar onderzoek aan het doen. Wij zijn ongeveer 1,5 jaar geleden ingestapt in het onderzoek en wij hopen te kunnen continueren met een aantal middelen vanuit Europa binnenkort. Merken we dat ook voor leerkrachten deze methode wel een shift inhoudt. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor onze leerkrachten.
Die kinderen die leren drie belangrijke levenscompetenties. En dat zijn woorden zoals zij ze eigenlijk ook gezegd hebben. Na afloop van een jaar werken in het evaluatieonderzoek zeggen kinderen zelf van ja, ik heb veel meer een stem. Ik weet wat mijn stem waard is. Ik kan luisteren als er verschillen zijn in mening. En dus ik kom niet meer tussen. Ik breek niet meer af. Ik negeer niet meer. Maar ik kan luisteren naar dat verschil. En ik kan ook emotioneel de spanning aan van in het verschil te staan. Dat zijn drie, denken wij, heel belangrijke levenscompetenties die nodig zijn. En in die wereld die ik zo net geschetst heb. En wat zien we voor leerkrachten? Dat heel veel leerkrachten zeggen dat als ze met deze tools gaan werken, ze in plaats van heel hard werk eigenlijk gaan naar weer veel smarter werken. Dat ze een verschuiving voelen van het doorgeven in het curriculum van content, van inhoud, naar meer competentiegericht werken. Dat ze bij zichzelf voelen, dat waar ze soms op het randje stonden van frustratie, verveling, maar ook burn-outs, naar dat er een perspectief wordt geopend om zelf ook meer te leren, omdat er veel meer uitwisseling is met de kinderen en jongeren en zij van daaruit ook nieuwe uitdagingen zien voor zichzelf en in de leerstof. En dat er in plaats van polarisatie veel meer een participatief klas- en schoolklimaat ontstaat. Dat zijn zo de eerste bevindingen vanuit het onderzoek in Australië. Een onderzoek is gebaseerd eigenlijk op 3 jaar praktijk. Ongeveer in het laatste jaar is daar onderzoek op gezet. Dus ik vind dat toch wel indrukwekkend wat er op korte termijn zo gerapporteerd wordt. Wij hebben zelf een half jaar impactonderzoek gedaan nu, samen met UCLL en met Kruid. Kruid is een organisatie die werkt rond wereldburgerschapseducatie. Die kennen jullie misschien. En onze eerste onderzoeksbevindingen lopen binnen. In september geven we daar ook nog een webinar rond. Maar dit zijn zo eerste zaken die leerlingen en leerkrachten rapporteren. Wat zeggen ze? Ja, minderheidsstemmen komen meer aan het woord. Ook de stille stemmen in de klas. En kinderen hebben ook meer oog voor minderheidsstemmen. Zo vertelde een leerkracht bijvoorbeeld dat een kind in een discussie zei: juf, wacht, wacht, wacht. Ik heb precies gezien dat er een aantal kinderen nog niet hebben gesproken. Laat ons het even stilmaken en ook hen de kans geven om tussen te komen. En dat was een klas waar ze met Deep Democracy ongeveer 6 weken aan de slag waren. Dus dat gaat heel snel, dat kinderen die gevoeligheid ontwikkelen, omdat ze zelf ook ervaren hoe waardevol het is om beluisterd te worden. En ook leerlingen die verbaal niet zo sterk zijn, kunnen zich via deze tools uitdrukken. Ik zal straks een aantal tools tonen waar we veel minder verbaal werken, maar op andere manieren. We merken in de klasse dat er veel minder verharde meningen zijn. En dat ook, wat wij noemen de diversity within, mee naar boven komt. Wat bedoelen we daarmee? Soms in klassen lijken er echt kampen te zijn. Een kamp die bijvoorbeeld zegt, ja, jullie zijn de ongelovigen en wij zijn de gelovigen. Maar door deze tools toe te passen, merken kinderen dat ook in die groep van ongelovigen er heel verschillende meningen zijn, net zoals in die groep van gelovigen. En eigenlijk worden er dan soms heel andere coalities of vriendschappen gesloten dan als ze opgesloten blijven eigenlijk in die kampen. En we merken ook, en dat is iets wat de kinderen ook zeiden, van ja, als we kunnen blijven luisteren, dan is het niet zo moeilijk meer om te gaan met verschil in de klas. Maar we moeten wel kunnen blijven luisteren zo naar elkaar. Dat vinden ze heel belangrijk. En leerkrachten merken ook dat kinderen mee verantwoordelijkheid beginnen nemen eigenlijk voor genomen besluiten, bijvoorbeeld voor klasregels. Hè. Dat valt ook heel erg op. Dus dat zijn zo een aantal, ik zeg het, initiële bevindingen die we hebben kunnen vaststellen. Nu, als ik over Deep Democracy vertel, dan gebruik ik heel vaak ook dit beeld. Het beeld dat jullie op de startslide zagen als jullie binnenkwamen. En dat is een beeld dat de cover is eigenlijk van mijn eerste boek, dat heet Van Zonnebok naar Zebra. En als ik Deep Democracy echt in essentie uitleg, en dat is waar kinderen ook zo gevoelig voor zijn, denk ik, is het dat beeld eigenlijk van die zebra die in dat rijtje heel erg opvalt. Hè. Veel kinderen die een minderheidsstemmen of hebben of een andere stem of een ander geluid laten horen, voelen zich soms gelijk die ene zebra die ons heel nadrukkelijk aankijkt. Of als je het rijtje omgekeerd zou zetten, hè, de zebra die haar kont keert. Ik heb haar DD genoemd. Hè. En ik denk dat als ik jullie ga vragen van wie is er anders in het rijtje, dat we heel snel DD'er zouden uitpikken. Net zoals we heel snel vaak kunnen zeggen in de klas, hè, wie de lastige leerling heeft, of de bijzondere leerling, of de leerling hè, die altijd eerst klaar zal staan met haar woordje. We kennen onze kinderen in de klas heel goed, maar er zijn er altijd een paar die meer zichtbaar opvallen dan anderen. Nu, in Deep Democracy gaan we daar op 2 manieren mee om. Ten eerste kijken we naar degene die lastig doet. Ik zeg nu even lastig doet in dit rijtje. Stel dat DD degene is die lastig doet. Ze staat omgekeerd en ze wil weer niet mee naar waar al die andere zebra's vertrekken. We kijken naar haar in de eerste plaats als, zit er ook iets in dat lastig gedrag? Zit er iets in die weerstand dat misschien ook een bijdrage kan zijn aan de groep? En als je je inbeeldt dat deze zebra's in de savanne staan,
Ja, dan zou je kunnen zeggen, ah, oké, Dédé ziet misschien de leeuw in het gras liggen of ze ziet het water in de verte. Dus heel vaak iets wat we soms labelen als lastig gedrag, daaronder kan eigenlijk ook een hele positieve inzet zitten, maar die we soms niet meer zien, omdat het herhaaldelijk bijvoorbeeld dezelfde leerling is die, wat wij noemen in diep democratie, die diezelfde rol draagt. Hè. Nu, een tweede manier om naar die zebras te kijken, is als ik jullie uitnodig om nog eens echt heel goed naar dit scherm te kijken en ik vraag jullie, wie is er anders? Dan zullen jullie wellicht ook kunnen vaststellen dat eigenlijk het hele rijtje zebras anders is. Hè. Eigenlijk is iedereen anders. De diversiteit zit in ons allemaal. Alleen projecteren we heel vaak aspecten van onszelf op die anderen. Hè. En misschien kennen jullie zelf de situatie ook wel van zo de zondebok te kunnen worden of vastgepind te worden op een rol. Hè. Als je in een vergadering bijvoorbeeld waar iedereen het eens lijkt te zijn, als je zelf voelt van ja, eigenlijk ben ik het er toch niet zo mee eens, dan twijfelen we vaak om het te zeggen. Omdat we al een beetje angst hebben om er niet meer bij te horen als we het zouden zeggen. Maar als we het dan toch zeggen en iedereen begint dan vragen te stellen waarom we zo tegen zijn, dan bevinden we onszelf op den duur in een situatie waar we heel erg nee aan het zeggen zijn, maar waarom eigenlijk? We vragen ons dan nog af, en waarom ben ik nu zo erg tegen? En als we buiten gaan, veel kans dat er andere collega's zullen zeggen, ah Fanny, jij hebt dat goed gezegd. Ja. Er zijn altijd andere mensen die ook een nee-stem of een andere stem in zich hebben. Alleen zullen zij het niet altijd zeggen. En dat is de tweede beweging die we eigenlijk maken in Deep Democracy. Is niet alleen de inzet zien onder de weerstand, maar ook kijken, hoe kunnen we die gevonden nee-stem, hoe kunnen we die ook gaan spreiden in de groep? Kunnen we wat meer werken met de vraag bijvoorbeeld, wie herkent het? Wie heeft er ook een gelijkaardig gevoel? Of wie heeft er nog een heel ander idee? En eigenlijk stimuleren we dat die nee-stemmen of die andere ideeën kunnen komen. Dat zijn ook niet altijd letterlijk nee-stemmen. Dat kunnen ook ja-stemmen zijn die in de minderheid zijn. Maar in elk geval, alle minderheidsstemmen roepen we eigenlijk op om uitgesproken te worden. Omdat we ervan uitgaan dat het zinvoller is dat we die kunnen beluisteren dan dat ze verborgen blijven en daar eigenlijk soms een heel saboterend werk doen. Met Deep Democracy willen we eigenlijk iedereen op de bus houden, hè, zo zeggen we dat vaak. We willen gebruik maken eigenlijk van de wijsheid die in de groep zit, en die wijsheid zit soms in de weerstand. En we willen die weerstandslijn, of sabotagelijn noemen wij het ook wel, een stuk in toom houden. Omdat zeker in de klas, dat we merken als kinderen in de weerstand zitten, kunnen ze eigenlijk ook niet goed leren. En ontstaat er eigenlijk ook vaak een hele ja, escalerende negatieve groepsdynamiek. Hè. En we denken dat het heel belangrijk is in het kader van die wereld die hun wacht, dat we hen empoweren om eigen leiderschap te leren opnemen. Dat wil ook zeggen dat alles wat gezegd wordt, dat daar ook een zekere verantwoordelijkheid bij komt kijken. Dat leerlingen ook beseffen dat ze niet zomaar alles kunnen zeggen, want dat wij ook ingaan op de dingen die zij zeggen en die ze dus niet zomaar gratuit kunnen verspreiden. Dus de verantwoordelijkheid ook nemen voor wat je gezegd hebt en hoe je dat gedaan hebt en in relatie tot iemand bijvoorbeeld, hè. Dat is ook iets waar we heel sterk op inzetten om daar leiderschap in te nemen en niet ook altijd afhankelijk te zijn van de leerkracht of iemand anders die bemiddelt. Hè. Dus bijvoorbeeld peer mediation is ook echt een stuk dat heel erg zou kunnen passen bij deze tools van Deep Democracy. Nu, hoe gaat dat dan in zijn werk? Hè? Want die dingen die ik vertel, je zult zeggen, ja, mooie dingen over die impact en over de theorie, maar hoe gaat dat dan praktisch in zijn werk? Wel, die democratie is eigenlijk een vijfstapsmodel dat ik hier ook opnieuw heb vastgehangen aan die lettertjes eigenlijk, hè, van zebra. Dus die letters vormen een letterwoord voor vijf stappen die we eigenlijk altijd toepassen in diep democratie en die in veel van onze tools eigenlijk terugkomen. Een eerste letter is de Z van zeg alles. Hè, dus een uitnodiging om zoveel mogelijk te zeggen wat er moet gezegd worden. De tweede letter is de E van empower de nee-stem of eer de nee-stem. En dat doen we heel vaak met die vraag van heeft er iemand nog een heel ander idee? Dus zelfs wanneer mensen het schijnbaar eens zijn met elkaar, gaan wij toch de dissonantie opzoeken omdat we ervan uitgaan dat er eigenlijk altijd wel iemand is die een nee-stem draagt. En als er iemand een nee-stem draagt, zijn we ons heel erg van bewust dat dat soms een hele moeilijke positie is om de minderheid te zijn. En dan gaan we dus die vraag stellen, wie herkent het? Wie denkt er ook een beetje in die zin? En een letter R hebben we dan ook nog, raak de wijsheid en voeg toe. Daar gebruiken we heel vaak de magische vraag, wat heb je nodig om mee te gaan? Bijvoorbeeld op het moment dat er een besluit wordt genomen en een paar kinderen zijn nog in de minderheid, kunnen we ook vragen van, ja, we weten dat jullie het er niet mee eens zijn, dat jullie niet akkoord zijn. We laten het verschil ook bestaan, maar we willen wel graag samenwerken in deze klas. Wat zouden jullie nodig hebben om toch mee te gaan in het besluit van de meerderheid? Wat fundamenteel een andere manier van beslissen is dan wanneer we het altijd
met alles moeten eens zijn. Dus onze manier van besluiten noemen wij consentbesluitvorming en geen consensus. Als er geen consent kan gevonden worden, dan is het vaak een teken dat er onderliggende spanningen en conflicten spelen. En de vijfde stap is dan ook om die spanningen en conflicten aan te gaan. Nu, als je kijkt naar de ijsbergen, dan zie je dat heel veel van de zebra's eigenlijk heel hoog boven de waterlijn zitten. Dat wil zeggen dat we al heel veel kunnen doen in de klas zonder per se in die conflictzone te moeten gaan bemiddelen of faciliteren. Dus als leerkracht kunnen we heel veel preventief werken eigenlijk ook, om te zorgen dat er geen grote conflicten in de klas ontstaan, doordat we kleine spanningen bijvoorbeeld veel sneller aanpakken en doordat we veel meer die weerstand eigenlijk van in het begin al uitnodigen om uitgesproken te worden. Ik ga een paar van de tools van Diep Democratie hier brengen met een aantal kleine toepassingen zo, van hoe ze in de klas gebruikt worden. Maar ik ga misschien heel eventjes al stoppen en eens kijken of er voor nu een vraag is zo over het globale kader voor we naar die tools gaan. Eens kijken of er iemand al een vraag heeft of iets wil zeggen. En nu even in de chatbox piepen. Oké. Okay. So far so good. Of is er toch iemand die graag een vraag wil stellen? Ik ga even door mijn scherm scrollen. Ah ja, een goede vraag al. Welke leeftijd hebben de kinderen? Wel, in het boek ben ik eigenlijk vertrokken van drie leeftijdscategorieën. En we zeggen zo ongeveer rond de leeftijd van 4 jaar is het zeker zinvol om te beginnen. We hebben zo wat opgedeeld van 4 tot 10 jaar als een leeftijdscategorie waarin we kunnen werken. En dan een leeftijdscategorie van 10 tot 16 jaar. En dan 16 plus, de adolescenten eigenlijk. Dus er staan veel toepassingen in het boek die voor die leeftijdscategorieën geschreven zijn, maar sommige zijn natuurlijk ook wel ruimer toepasbaar. Maar eigenlijk gaan we er dus vanuit dat je al heel jong met kinderen een aantal zaken kan gaan aanpakken en kan gaan doen. Ik zie al dat iemand dat verrassend vindt. Ja, dan ben ik wel weer benieuwd waarom dat zo verrassend zou zijn. We weten wel dat in verschillende leeftijdsgroepen bijvoorbeeld er wel verschillen zijn. En zo gebruiken wij soms in Deep Democracy een techniek. Als je, voor mensen die al wat Deep Democracy hebben geleerd of daar al van hebben gehoord, en die heet amplificeren. Bijvoorbeeld het uitvergroten van mensen hun woorden om nog duidelijker te maken wat ze willen zeggen. Dat kan een interventie zijn. Nu, wat merken we? Dat bijvoorbeeld als we deze tools gaan toepassen met pubers, dat we amplificatie bijvoorbeeld helemaal niet gaan gebruiken. Want amplificatie, ja, pubers zijn uit zichzelf al heel geamplificeerd. Die spreken al heel versterkt. Dus dan moeten wij juist eerder gaan verkleinen of verzachten. Dus het is ook wel belangrijk om te zien dat in elke leeftijdsgroep er ook wel specificiteiten zijn. En naarmate we deze methode die ontwikkeld is voor volwassenen meer gaan toepassen bij kinderen en jongeren, merken we ook dat we bepaalde zaken moeten gaan aanpassen. Zo ben ik nu bijvoorbeeld in een paar klassen het debat gaan begeleiden, een tool van Deep Democracy. En wat hebben we gemerkt? Bij volwassenen zeggen we, ja, een deel van de mensen die ja denkt, die gaat daar staan. En een deel van de mensen die nee denkt, gaat daar staan. En jullie mogen gerust oversteken. Nu, wat merken we als we kinderen dat laten doen? Dat ze heel weinig oversteken. Dus bij kinderen versterkt dat eigenlijk de polarisatie om in die twee groepen te gaan staan. En hebben we gemerkt dat het debat veel beter werkt als we alle kinderen langs de ja-kant laten staan en daarna alle kinderen langs de nee-kant zetten. Dus dat zijn zo kleine aanpassingen ook in de tools die we zelf ook nog opmerken, omdat we ermee aan de slag zijn. En in die zin vind ik het ook interessant dat jullie hier vanavond zijn, omdat jullie als leerkrachten natuurlijk op de eerste plaats zitten om dat soort zaken ook op te merken en bij te dragen ook aan de methodiek. En dus in die zin zijn we ook een stukje samen aan het leren. En Veerle post ook nog iets in onze chat. Frenneschool in Mechelen, die inderdaad vanaf de kleuterleeftijd al een aantal zaken toepassen. En als jullie trouwens op de website van Rebelleren kan je leren gaat kijken, dan zal je de klas van Veerle aan het werk zien. Ze zijn geen kleuters meer, maar ze zitten al een klein beetje hoger. En daar zijn we een keer gaan filmen als zij een incheckronde deden in de klas. Dus er zijn zeker heel veel toepassingen en ik wil daar misschien een beetje met jullie naartoe gaan van eens een paar van die tools is te vertellen, zo wat er allemaal mogelijk is. En er zijn zeker nog heel veel creatieve toepassingen en daar gaan we in het vervolgonderzoek eigenlijk, zijn we daar nu heel erg mee bezig. Nu, wat zijn een aantal toepassingen? Bijvoorbeeld dat inchecken dat jullie daar straks bij ons gezien hebben. Al de tools eigenlijk van Deep Democracy kan je zowel toepassen groepsdynamisch als didactisch. Ja? Wat bedoelen we daarmee? Groepsdynamisch is meer inchecken op wat er in de klasdynamiek aan de orde is. En didactisch is meer inchecken op wat je in het curriculum of aan content wilt brengen. Natuurlijk kan je dat niet altijd zo splitsen. Heel vaak zal je bepaalde dingen waar je op incheckt
groepsdynamisch kunnen gebruiken in de content. En het omgekeerde is hetzelfde. Als we iets van content of inhoud behandelen, kan dat ook een groepsdynamisch effect hebben. Dus we onderscheiden ze hier een beetje kunstmatig in zekere zin. Heel vaak komen ze samen voor. Maar ook om toch voor dat laatste een belangrijke lans te breken, omdat heel vaak die democratie alleen gezien wordt als iets groepsdynamisch, vind ik het ook belangrijk om te zeggen dat de methode dus ook al effect heeft gewoon als mensen dat in hun lessen gebruiken, als ze daarvoor geen extra momenten gaan creëren. Je hoeft geen klasdag te doen of je hoeft geen extra ronde te doen of zo om dit al te laten werken. Je kan dat ook gewoon inbouwen in je lessen. Vandaar ook bijvoorbeeld in het secundair onderwijs en zo merken we dat die didactische toepassingen bijvoorbeeld, dat die eigenlijk soms nog meer gebruikt worden dan de meer groepsdynamische toepassingen. Bij inchecken, wat is er zo allemaal mogelijk? Want er is heel veel mogelijk, maar ik heb er een paar meegebracht zo uit het lopende onderzoek. Hebben mensen bijvoorbeeld geëxperimenteerd met leerlingen een foto laten nemen? Ofwel een foto die er al klaar ligt, foto's die klaar liggen in de kring, ofwel echt letterlijk een fototoestel geven en een foto te nemen bij hun gevoel, bijvoorbeeld bij het begin van de dag of bij het begin, hier was het een school die op klasuitstap ging en die 's morgens iedereen had laten inchecken met een foto en 's avonds ook opnieuw. Leerlingen laten bewegen op een continuum is ook een manier die heel erg snel gaat. Met 20 leerlingen in de klas gewoon eens even gaan staan van hoe voelt je opperbest vandaag of helemaal niet in mijn hummetje en waar ergens bevind je in het continuum. Bijvoorbeeld kan dat ook voor een gevoel zijn. Je kunt ook inchecken op het waarom van een bepaalde keuze en echt zo die why bevragen. Bijvoorbeeld hier was dat gebruikt in een zesde jaar om samen eens in te checken op de studiekeuzes die aan de orde waren. En bepaalde leerlingen hadden na de incheckronde waren zo geraakt door die waaroms van die studiekeuzes dat sommige leerlingen nog eens een keertje zijn gaan nadenken of hun studiekeuze eigenlijk wel genoeg gegrond was. Dus dat was een heel interessant effect dat die leerkracht had gezien. In één klas hadden ze ook ingecheckt door eens elkaar anders te begroeten. Eens na te denken van hoe wordt er in jouw familie begroet. Dat was een klas met uitgesproken grote etnisch-culturele heterogeniteit. We hebben ook een klas gehad die heeft ingecheckt met een beeldronde. Dus in plaats van te spreken, hadden de kinderen mochten ze in een standbeeldpose gaan staan. En ook een klas die had gespeeld met het idee van, goh, als we een toverstokje zouden hebben en we zouden morgen vroeg wakker worden in onze klas, wat zou er dan veranderd zijn? En dat was een klas waar dat er toch wel wat spanning en conflict was. En waar dat die incheckronde was met jongere kinderen ook, ik denk in het tweede studiejaar, waar dat er toch heel wat ideeën kwamen over zaken die de kinderen eigenlijk wilden veranderen samen. En dan is dat gevolgd door een besluitvormingsproces. Meer didactisch bijvoorbeeld, waren er voorbeeldjes van het werken met een mindmap. Dat was in een derde graad secundair onderwijs. Ging de leerkracht het thema Wereldoorlog 2 behandelen en had ze als opdracht gegeven om aan grootmoeders en grootvaders te gaan vragen wat die zich daar nog van herinnerden. En dan heeft ze die verhalen eigenlijk gekoppeld aan de lesinhoud en dan zag ze dat er eigenlijk twee lessen, dat ze nieuw lesmateriaal zou moeten maken omdat de verhalen die gebracht werden in haar hele diverse klas ook, dat die zelfs in het curriculum eigenlijk geen plaats hadden. Dus dat heeft echt ook voor vernieuwing en innovatie gezorgd om op die manier in te checken op die lesinhoud. Een voorbeeldje dat ik zelf ooit heb gedaan is stand-ups in een aula. Dus je kunt hem ook gebruiken voor een heel grote groep, als een aula van 300 studenten, waar dat we even naar boven willen halen wat hun persoonlijke beleving was van het lesthema. En hier was het lesthema eigenlijk vooroordelen. Wie daar al eens geconfronteerd was geweest met vooroordelen. En dan hebben een 12-tal studenten iets verteld en andere studenten zijn meer rechtgestaan als ze ook die vorm van vooroordeel eigenlijk al eens hadden ondervonden. En zo hadden we meteen wat voorbeelden over wat vooroordelen waren en ook wat ze niet waren. Want sommigen vertelden dan over zaken die niet echt een vooroordeel waren. Dus daarna heb ik ook de definitie verteld en zijn we ook soorten vooroordelen gaan categoriseren. Maar eigenlijk was die kleine warming-up, als het ware, van 5 minuutjes, die bracht heel veel lesmateriaal naar boven en maakte ook dat ze heel erg betrokken waren op dat thema, wat soms toch wel in die lessen anders gezien werd als een eerder saai thema. Een actuaronde is ook altijd heel zinvol. En wat raakt er ons eigenlijk in het nieuws? Dat kan een bron zijn van heel veel interessante lesthema's die naar boven komen. En een ander voorbeeldje vond ik ook een heel mooi voorbeeld, was ook een klas in de lagere school, waar dan we was gaan inchecken op de familie. En de familie 1, 2 en 3 generaties terug, van waar die allemaal hadden gewoond op de wereld als een alternatief voor de aardrijkskundeles waar ze de landen moesten leren kennen. Het is er heel veel kleine toepassingen, maar als we kinderen daarop laten inchecken, brengt dat wel tegelijkertijd ook een hele fijne klassfeer. Een andere tool van deep democracy die we
kunnen toepassen, is het gesprek op voeten. Maar dat wil ik heel graag even inleiden door jullie een klein stukje van een filmpje te laten zien waar dan een leerkracht in aan bod komt, Hedwig, en zij geeft les in de derde graad in het beroepssecundair onderwijs. En ik ga maar een klein stukje laten zien, 3 minuutjes uit het filmpje dat je ook op de website nog kan gaan bekijken verder, maar waar ze vertelt over een gesprek op voeten dat ze heeft gedaan met haar klas. Ik ga eens eventjes kijken, want dan moet ik opnieuw even met jullie sharen. En dan hoop ik dat het geluid ook meteen goed zit. Gegaan. Ze zaten toch al in een cirkel, hebben de stoelen maar aan de kant gedaan. En zijn we overgegaan tot een gesprek op voeten. Horen jullie haar goed? En hebben we op die manier onze klasafspraken gemaakt. Ik heb gewoon gevraagd aan de leerlingen, kijk, we gaan onze klasafspraken maken. Iemand die een afspraak heeft die hij belangrijk vindt voor ons allemaal, of voor hemzelf, dat mag, die mag een stap naar voren zetten. En al de anderen die willen meegaan, of die dit ook belangrijk vinden, mogen achter hem of haar gaan staan. En eigenlijk ging dat heel vlug en ook wel heel mooi. Nu, ze waren ingecheckt, ze zaten al in het gevoel, wat maakt dat eigenlijk de klasafspraken ook wel mooi waren. We hebben respect voor elkaar. We luisteren naar elkaar. Als de leerkracht inhoud vertelt, vinden we het belangrijk dat we rustig zijn. En de mooiste vond ik, en dat was voor mij het graantje van wijsheid, zo van het kippenvel moment voor de leerkracht dan, dat er op een bepaald moment zo de iets stoerdere in de klas naar voren gaat en hij zet een stap naar voren en zegt, ik wil dat er humor is in de klas. En natuurlijk, iedereen gaat achter onze stoere man staan. En er blijft één meisje helemaal alleen staan. En oké, ik vond het eigenlijk op dat moment wel goed en leuk, maar ook tegelijkertijd spannend, want ik wist eigenlijk niet wat er ging komen. En ik ga langs haar staan en ik vraag, hè, wat heb jij nodig? Of wat maakt dat jij aan deze kant blijft staan? En ze zegt, ik wil niet uitgelachen worden. En ik sta langs haar en ik vertaal het, dus jij vindt het niet fijn dat er met u gelachen wordt. Nee, dat vind ik echt niet fijn. En ik vraag dan gewoon algemeen, zijn er nog mensen die dat niet leuk vinden? Want dat vond eigenlijk ook niemand leuk, dat er met hem gelachen werd. En ik dacht, we zijn met afspraken bezig, we moeten komen tot een inclusief besluit. En ik heb het anders verwoord voor haar. Ik zeg, kijk, je wilt niet graag dat er uitgelachen wordt, maar vind je het toch fijn als er humor zou zijn? Ja, dat vond ze fijn. Ze vond fijn dat er humor zou zijn, maar dat er niet gelachen werd. En ik heb dat dus verwoord. Ik zeg, wie kan hierachter komen staan? En toen kwamen eigenlijk al die stoeren en al die andere leuke meisjes en jongens in de klas achter haar staan. En ik vond dat zo'n mooi moment dat zij de nee-stem had durven poneren en dat toch de hele groep ook achter haar kwam staan. Op die manier probeer ik in mijn lessen de kinderen warm te maken of te leren de nee-stem binnen te brengen en dat daar ook naar gehoord wordt. Tot hier het stukje dat ik graag wilde laten zien. Hedwig vertelt hier over een stukje van een klasmoment eigenlijk, waar ze eerst was ingecheckt en dan een gesprek op voeten had gedaan. Een klas waar toch ook wel heel wat diversiteit aanwezig is op vele vlakken. Jongens, meisjes, heel verschillende opleidingsachtergronden die samen in de klas zitten en een grote etnisch-culturele heterogeniteit. Waar dat je ziet dat het stimuleren eigenlijk van die nee-stem ook wel kan leiden tot wat diepgaandere inzichten over wat er eigenlijk in de klas aan de hand is. Dat is een klein voorbeeldje daarvan. Ik ga even terug naar mijn presentatie. En jullie nog iets meer uitleggen over dat gesprek op voeten. Wat is zo'n gesprek op voeten? Of online noemen we het vaak een handig gesprek. En hier zie je mij trouwens in de klas van Veerle, die ik daarnet al vernoemde. En in een gesprek op voeten, dat kan je eigenlijk gebruiken. Ik zeg het ook didactisch en groepsdynamisch. Maar als een energizer bijvoorbeeld, om een bepaald onderwerp op te warmen. Je kan er ook ideeën mee verzamelen, hè, zoals bijvoorbeeld Hedwig vertelt, de ideeën voor klasregels, maar evengoed ideeën ook voor bijvoorbeeld op uitstap te gaan, is het nu heel veel gebruikt. Maar je kan er ook een thema mee verkennen, een lesthema een eerste keer verkennen, kijken wat de kinderen daar al over weten, of welke inzichten zij daar rond hebben, of welke meningen zij daarover hebben. En je kan er ook besluiten meenemen. En dat vind ik zelf ook wel een hele fijne. Je kan zo bijvoorbeeld met een hele grote groep ook besluiten nemen. Hè. Als iemand dan
een voorstel heeft tot een besluit, zet hij een stap vooruit en alle leerlingen gaan erachter staan. En zo kan je heel snel zien eigenlijk of er een bepaalde meerderheid is voor een besluit en voor een minderheid is. En of dat die kinderen bereid zijn om over te steken, om mee te gaan in dat besluit en wat ze daarbij nodig hebben. Dus gesprek op voeten is bij uitstek een heel dynamische vorm van dialogeren die je heel erg goed kan inzetten bij bijvoorbeeld ook als je voelt dat het gemakkelijk vastloopt in een gesprek of in een discussie, is soms gaan rechtstaan, op je voeten gaan staan, een heel goed alternatief. En ik weet dat er vaak veel bankjes en stoelen in de klaslokalen staan. Maar hopelijk hebben jullie ook al allemaal een speelplek of een speelplaats. Dus even naar buiten gaan en een gesprek op voeten doen, kan soms heel wat lucht brengen in een zwaarder lesthema bijvoorbeeld, of op een moment dat het wat vastloopt in de klas. Een andere tool die we gebruiken als er spanning is in de klas, is het debat. En daar ben ik zelf een heel erg grote fan van, om dat meer te gaan inzetten in de klas. Het debat gaan we eigenlijk gebruiken als er een polariteit is. Wat bedoelen we met een polariteit? Als er een thema is waar dat duidelijk een deel van de leerlingen ja op zegt en een deel van de leerlingen nee op zegt. En dan gaan we die discussie eigenlijk op die manier aan. En ik zei het er net al, we hebben nu ontdekt met jongere kinderen dat het eigenlijk belangrijk is om hen allemaal vanuit de ja te laten spreken en allemaal vanuit de nee. Maar zo'n polariteit bijvoorbeeld, ik had onlangs iets begeleid in een klas en zij deden daar een voorbereidende les eigenlijk op een workshop die ze gingen hebben rond klimaatverandering. En ze hadden al een filmpje gekeken en in die workshop gingen ze heel concreet een aantal zaken leren, zoals zelf zeep maken en iets met recyclage van kleren doen en zo. En de les daartussen wilden we eigenlijk met hen het hebben over wat zijn nu dingen die jij als kind zelf al kan doen en wat zijn zaken die je als kind eigenlijk niet zelf kan doen. En dus we hebben daar ons zitten verkennen en er ontstond heel snel een polariteit in de klas tussen een aantal kinderen die zeiden, ja, wij kunnen een aantal dingen zeker zelf doen. En een aantal kinderen die zeiden van ja, maar we zijn toch heel erg afhankelijk, ook in de dingen die we zelf kunnen doen, van volwassenen. En dat was wel een heel interessant gesprek, want veel kinderen aan de kant van we kunnen het zelf doen, die brachten dingen als ja, tweedehands kleren en ik gebruik alleen nog shampoo bars en geen shampoo. Maar toen zeiden de kinderen aan de andere kant, ja, maar dat zijn allemaal dingen die ouders voor jullie doen en kopen. Dus wat kunnen we nu eigenlijk zelf doen als kinderen? En dan kwam het heel erg ook op keuzes die zij zelf konden maken. En dat ging over 10, 12-jarigen. En het was wel heel interessant om dat debat gevoerd te hebben, omdat er toen een andere en diepere laag eigenlijk werd aangeraakt van dat thema. In de derde stap van zo'n debat halen we dan ook uit, ja, wat springt eruit, wat is nieuw, belangwekkend? En bijvoorbeeld in die klas heeft dat dan aanleiding gegeven om zo een aantal initiatieven samen met de klas ook te gaan bezoeken. Ja. Een ander voorbeeld van een debat was in een klas bijvoorbeeld waar ze het verhaal hadden gelezen van Abraham die zijn zoon moest offeren en waar dat er heel scherpe reacties ontstonden van, is dat nu iets wat God van de kinderen kan vragen, ja of nee? En daar zijn we samen op ingegaan. Het was een heel geladen en ook wel gepolariseerd thema meteen. Maar het debat heeft er daar wel voor gezorgd dat er meer begrip kwam ook voor mekaars visies. En dat zij ook dingen hebben ontdekt rond elkaar die ze nooit eerder hadden uitgesproken. En dat was wel heel belangrijk in die klas, omdat de leerkracht daar opmerkte dat er al langer eigenlijk allerlei nogal categoriserende opmerkingen werden gemaakt over bijvoorbeeld seksuele oriëntatie vanuit een geloofsbeleving. En ook wel veel vooroordelen en stereotypen waren over bepaalde bevolkingsgroepen. En eigenlijk door dat hele specifieke debat in te gaan en de dingen die ze daaruit leerden, konden de kinderen dat ook wel overbrengen naar heel veel andere levensgebieden waar dat ze met elkaar ook vaak spanning of conflict rond hadden. Dus het debat is eigenlijk een manier om, wat wij zeggen, even onder de waterlijn te duiken. Een andere manier om dat te doen, is om dat niet in groep te doen, maar om dat bijvoorbeeld tussen twee kinderen te doen. Een mooi voorbeeldje daarvan vind ik een school, een middelbare school, waar dat er een caravannetje op de speelplaats staat en waar dat leerlingen die met elkaar een conflict hebben uitgenodigd worden om onder bemiddeling van een medeleerling een let's talk te doen. Waarbij ze eigenlijk alles tegen elkaar zeggen wat dat er moet gezegd worden en daarna in verschillende stappen de verbinding en de creatieve oplossing eigenlijk terug te gaan opzoeken. Een ongeveer gelijklopende manier, opnieuw in vier stappen een gesprek, kunnen we ook doen, niet alleen om spanning en conflict aan te gaan, maar ook om gouden pijlen te gooien. En ik dacht, ik ga toch ook heel kort over deze tool iets vertellen, omdat het eigenlijk bij uitstek een hele fijne periode is in het schooljaar om dit te doen. En gouden pijlen zijn voor ons de pijlen die we schieten naar iemand, de pijlen van erkenning, waardering en complimenten. En je kan dat zowel doen door twee leerlingen dat met elkaar te laten doen, en bijvoorbeeld gelijktijdig met de hele klas, dat geeft een hele mooie atmosfeer ook. Of door bijvoorbeeld één iemand en dan iedereen van de klas die daar een pijl op gooit, maar dat zet soms nogal wat druk om
iedereen iets te zeggen en dat duurt nogal lang. Dus wij doen het meestal zo hè, dat we ofwel in duo-vormen doen, maar wel gelijktijdig. En dan soms wel wat delen rond het compliment dat ons het meest geraakt heeft in de grote groep, zodanig dat dat wat gedeeld wordt. Of we doen soms ook gouden regen, noemen we dat, en dan zetten we één kind. Maar niet iedereen hoeft iets te zeggen. En dus het kind staat eigenlijk omgekeerd, waardoor dat het zo een klein beetje anders is om die regen op je neer te voelen dan wanneer je in front van heel de klas staat. Maar gouden pijlen is een hele mooie, zeker voor kinderen die afstuderen op dit moment, die de overgang maken naar een nieuwe school bijvoorbeeld, is het heel fijn om die waardering en complimenten en erkenning nog mee te krijgen. Voilà, ik ga hier weer eventjes stoppen voor ik nog iets zeg over de workshop die we hier rond ontwikkeld hebben. En eens even kijken of dat er voor nu al vragen zijn. Ik heb die tools heel kort beschreven. Hè, dus als je er meer over wil weten, is er het boek heel specifiek rond kinderen en jongeren en rebelleren kan je leren. Waar dat die tools eigenlijk stapsgewijs in staan en ook de toepassingen van de tools eigenlijk een stukje in beschreven worden. En we hebben ook een toolbox ontwikkeld waar 30 tools in staan. Dus er zijn nog veel meer tools om te ontdekken in die democratie in elk geval. Voilà, ik wil eens even kijken of er voor nu wat vragen eventueel zijn. Dingen die je graag nog extra wil horen. Kijk even. Zet gewoon je microotje aan als je een vraag wilt stellen, want ik kan niet naar iedereen tegelijk kijken op de schermpjes. Of je kunt het ook altijd in de chatbox even posten. Ah ja, ook wel een leuke vraag. Heb je aanbeveling om hiermee te starten? Ja. Wat de leerkrachten die nu in dat laatste onderzoeksproject hadden meegedaan, het laatste half jaar, hebben wij eigenlijk ook die vraag gesteld. Van wat zouden jullie aanbevelingen zijn aan andere leerkrachten die ermee zouden starten? En ik heb ze hier nog liggen. Hun aanbeveling was om te durven experimenteren alvast met die kleine vraagjes. Die vraagjes die ik daarnet zei. Van wie heeft er een heel ander idee? Wie herkent dat? En wat heb je nodig om? En ze zeiden van dat heeft ons al enorm veel geholpen om verschil te maken in de klas. Ze zeiden ook dat het een groot verschil maakte om zo het gewicht eens te verleggen naar de leerlingen te laten praten, in plaats van zelf heel veel te praten over content. En zij voelden het als een groot verschil om meer te sturen op de procedure eigenlijk dan op de inhoud. Dus echt de tools gewoon stapje voor stapje te volgen en gewoon te kijken wat brengt de tool ons. En zij vonden het ook wel heel behulpzaam om zo eens naar een filmpje te kijken en dan vanuit het filmpje eigenlijk eens iets uit te proberen in de klas. Waar daar nog veel vragen rond waren, ook wel merkte ik, was zo de overgang tussen de tools. En ik denk, met de tweede vraag die ik hier zie, daar hangt het een beetje ook vanaf. Inderdaad, welke tool ga je inzetten? Dat hangt er vanaf hoe je de diagnose eigenlijk maakt van wat er met jouw klas aan de hand is. We zeggen vaak, de sabotagelijn of de weerstandslijn is voor ons een diagnostische tool. Als je bijvoorbeeld een klas hebt waar daar veel grapjes gemaakt worden of veel kinderen excuses hebben bijvoorbeeld om hun huiswerk niet te maken of waar dat er veel verteld wordt zo in de gangen in plaats van in de deelronden of zo, ja, dan weet je dat dat een klas is waar je nog heel veel kan doen met de tools wat wij noemen boven de waterlijn. Dus inchecken, het gesprek op voeten doen, een inclusief besluit nemen. Maar als je een klas hebt waar dat de spanning eigenlijk voelbaar is en heel veel leerlingen al niet meer met elkaar spreken, in de vertraging zitten, soms openlijk gaan tegenwerken of gaan saboteren, dan gaan we veel meer de tools onder de waterlijn gebruiken, dus meer die conflict tools. Dus dat is ook wel iets belangrijk, denk ik, om te weten, is dat we in de manier waarop we deze zaken aanleren, met jullie ook gaan kijken, zo, wat zijn kantelpunten eigenlijk in het proces waarin je bijvoorbeeld ook van de ene naar de andere tool gaat. En ik zie hier nog een vraagje verschijnen. Zijn er speciale toepassingen voor ouders en families in het boek? Heb ik ook af en toe uitbreidingen gemaakt naar... Dus het boek is eigenlijk geschreven met voorbeelden voor het jeugdwerk erin en ook voorbeelden voor gezinnen erin. En een van de voorbeelden bijvoorbeeld van hoe je dat thuis kan toepassen. Ik denk dat deze al een leuke periode is ook om dat te doen. Als je bijvoorbeeld vakantieplannen maakt, kan je samen ook met je kinderen natuurlijk gaan beslissen binnen de speelruimte die je als ouders hebt, van waar zouden we op vakantie kunnen gaan en wat vinden we fijne ideeën. Maar zo staat er bijvoorbeeld ook een voorstel in van hoe je regelmatig een familieraad kan houden en hoe je om de 2 weken bijvoorbeeld met je gezin op een bepaalde manier een familieraad kan houden met een aantal vaste topics bijvoorbeeld waar je het over hebt en een aantal variabele topics. Er staan ook wat voorbeeldjes in van ouders die met hun kinderen ook let's talks doen, of die let's talks tussen de kinderen faciliteren. Hè? Dus als broers of zussen,
met elkaar meningsverschillen hebben, hoe je als ouder ook in die bemiddelende rol kan gaan staan, die toch een andere is dan wanneer we als ouder zouden tussenkomen en dat bijvoorbeeld gaan zeggen, ja, je moet nu daar geen ruzie over maken of zo, hoe dat we dat eigenlijk kunnen aangrijpen als, misschien is het interessant dat jullie wel eens echt uitspreken met elkaar en er iets uit leren, hoe je daar zo vanuit een bemiddelende rol op kan ingaan. De tools zijn eigenlijk aanvankelijk gemaakt voor volwassenen. Dus die vraag van hoe kan je het gebruiken met volwassenen en met collega's, dat is ongelooflijk relevant. Als je daar meer in geïnteresseerd bent, dan moet je eigenlijk naar het andere boek gaan, hè, van Zonnebok naar Zebra, dat hier achter mij staat afgebeeld. En wat ons betreft zou het heel erg goed werken als je dit eigenlijk zou toepassen binnen een hele schoolbenadering. Hè. Dat eigenlijk wat leerkrachten met kinderen in de klas doen, dat dat ook de manier is waarop leerkrachten met elkaar omgaan. En waarop de directie binnen de scholengroep met elkaar in gesprek gaat. Hè. Dat is eigenlijk het ideaal. Maar goed, we starten ergens. Hè. Dus als één leerkracht al kan starten in de klas en dat is, kan inspirerend werken voor anderen, ontstaat er misschien ook wel beweging op scholen. En ik zie hier iemand posten. Voilà, ze. Met het hele gezin en regelmatig een check-in. Voilà, zeer, zeer interessant om dat af en toe te doen. Ook als je met je gezin bijvoorbeeld binnenkort ook op vakantie bent, bijvoorbeeld, om dat eens uit te gaan proberen, wat dat kan inbrengen om dat te gaan doen, om regelmatig met elkaar in te checken. Dat kan heel kort zijn, heel speels. En je ziet ook met heel veel creatieve methodieken, dat hoeft ook niet altijd zo verbaal te zijn. Ik ga misschien de laatste minuutjes nog gebruiken om heel even nog in te gaan op de workshop die we ontwikkeld hebben. En we hebben die workshop al een paar keer gegeven en ondertussen zo een besluit genomen ook van welke tools we daarin zeker aan bod brengen. Ja, dus zoals ik al zei, de workshop is er in open aanbod. Dus je kan naar Humus, naar onze cursuslocatie komen en daar de cursus volgen. Wat fijn is, omdat je dan andere mensen ontmoet uit andere scholen. Maar het kan ook op maat van de school. En wat daar volgens ons een voordeel is, is natuurlijk dat ook je collega's meteen mee gevormd worden. Hè. Dus dat je dat bijvoorbeeld op een pedagogische studiedag of zo kan doen. Standaard bieden wij een 3-uur workshop aan. En onze aanbeveling is om die te laten volgen door een supervisiesessie. We merken dat dat een ongelooflijke meerwaarde is. Wat bedoelen we met een supervisiesessie? Dat kan zijn dat we elkaar online een uurtje ontmoeten. Hè? Bijvoorbeeld nadat we bij jullie op school zijn geweest, oefenen jullie een paar weken en dan spreken we een uurtje online af. Of, en dat hebben we nu de laatste tijd gelukkig iets meer terug opnieuw kunnen doen, kunnen we ook in de klas komen en een aantal zaken ook laten zien en samen met jou faciliteren, en waardoor het misschien ook duidelijker wordt hoe dat die tools dan op elkaar kunnen ingrijpen. Wat doen we in de workshop? Het is vooral een totaalervaring, dus we gaan samen eigenlijk die tools toepassen. Wij demonstreren de tools, we geven tips hoe je dat in de klas kan doen. En één tool oefenen we zeker actief in. Dus op 3 uur kunnen we dat ongeveer doen. Heb je natuurlijk langer de tijd en kunnen we een hele pedagogische studiedag hebben bijvoorbeeld, kunnen we langer werken, dan kunnen we eigenlijk veel meer tools nog echt actief inoefenen. Maar de tools die er zeker in zitten zijn inchecken, het gesprek op voeten en het debat, die steken we er sowieso in. Dus al die drie die tools ga je ervaren hebben als deelnemer, daar krijg je uitleg bij en een demo. En één van die drie gaan we dan heel actief ook eens jullie laten faciliteren en superviseren wij op het moment. En er zit een stukje in rond de basistheorie van Deep Democracy. Daar heb ik vandaag een klein beetje over verteld met dat beeld van de zebra's. Maar daar gaan we nog wat dieper op in, zo die specifieke kijk rond groepsdynamica. En bij elk van onze workshops krijg je het boek er eigenlijk ook bij. Dus dat is een beetje standaard voorzien. Wat merk ik dat leerkrachten zeggen zo na de workshop en als ze dat maar geoefend hebben, is dat het hun een heel andere kijk geeft op de kinderen in de klas. Dat ze op een heel andere manier zijn gaan luisteren, veel diepgaander zijn gaan luisteren. Dat ze zelf ook hun stem veel meer durven inbrengen in het debat. Wat ook wel interessant is, vind ik, dat leerkrachten zich soms ook inhouden en soms te veel het pleit eigenlijk aan de kinderen laten, maar dat je je eigen stem eigenlijk ook kunt inbrengen en daarin toch ruimte kunt maken voor wat de kinderen ook willen zeggen. Een leerkracht zei ook, ja, de manier van vragen stellen is voor mij nog wat ongewoon en nieuw en soms ook een beetje oncomfortabel. Maar ze vond het is van dezelfde leerkracht het volgende citaat, ze vond het langs de andere kant heel haalbaar om dat gewoon in de dagelijkse klaspraktijk te gebruiken. Dat was iemand die niet zo met de tools had gewerkt, maar eigenlijk vooral met die magische vragen aan de slag was gegaan en daar al zag dat er zoveel verschil werd gemaakt. Voilà. Hier zie je de boeken en de toolbox nog eens eventjes in beeld. Voor wie interesse heeft, kan je die via onze webshop bestellen. De boeken zijn ook gewoon verkrijgbaar bij alle boekhandels, want ze zijn uitgegeven bij Pelkmans Pro, de educatieve uitgeverij. Dus je kan ze ook met hun gebruikelijke kortingsprijzen aan scholen en zo
ook bestellen. Voilà, ik zie dat het 9 uur is, dus ik dacht misschien is het fijn dat we nog heel even uitchecken. Ik ga het scherm terug opzetten, maar misschien kan je in de chatbox eventjes posten met welk gevoel nu bij jou aanwezig is op het einde van het webinar. En als er nog vragen zijn, dan hoor ik ze zeker ook graag. En voor mensen die er al van door moeten, dank je wel voor de aandacht. En voor anderen die nog graag even blijven om wat vragen te stellen, ik blijf alleszins ook nog eventjes na. Dus we kunnen nog wat vragen en antwoorden met elkaar uitwisselen. Voilà, en ik zie al wat mensen die een gevoel posten. Heel fijn. Veel goesting zie ik, geprikkeld, ook wat vermoeid. Enthousiast, opgeladen, nieuwsgierig, waardevol om het te brengen in onderwijs. Nog wat mensen geïnspireerd. Heel fijn als we dat kunnen doen met zo'n korte sessie. Interessant. Ja, en er zijn ook mensen bij die geen leerkracht zijn. Nou ja, dan ga maar eens op onze website kijken. Er zijn veel toepassingen in veel beroepsgroepen. Een nieuwe wereld die opengaat. Ja, klimaatcontact. Aha. Nog veel vragen, dat kan ik me ook voorstellen. Een uurtje is kort om alles uit te brengen. Dank jullie wel in elk geval om dat ook even te posten en iets terug te geven. Dat geeft mij toch een idee van wat we hebben kunnen aanraken vanavond. Voor mensen die er vandoor moeten, super bedankt om erbij te zijn. En voor andere mensen die nog een vraag hebben, heel welkom om die alsnog te stellen. En dan hoop ik jullie terug te zien in een van de workshops of op een andere manier, misschien eens op een studiedag. Als die binnenkort weer mogen doorgaan. Hè? Of misschien horen we elkaar wel op een andere manier.